Kinderen van Latour en omgeving krijgen de gelegenheid om hun talent onder begeleiding te ontwikkelen. De gemeenschap mocht afgelopen zaterdag deel zijn van de officiële lancering van de activiteiten in het kader van het programma Creatieve Lessen die in het buurtcentrum Stibula worden georganiseerd. De nieuwsdienst sprak Maggie Smeits, theaterdocenten bij Stibula. Naast theater worden er ook zang- en muzieklessen verzorgd. Volgens Smeits is het project bedoeld om kinderen te helpen vormen en hun talenten te ontwikkelen. Het is een ongoing project, want een traject, want ja, weet je, sommige leerlingen ze stoppen op een bepaalde leeftijd, ze moeten gaan werken, ze gaan studeren, het past niet meer in hun schema. En dan komen de jongeren. We hebben verschillende leeftijdsgroepen. Ik wil straks mijn collega Mayenka Domini vragen om daar iets meer over te vertellen. Maar het is eigenlijk, je biedt een stuk vorming aan waar de kinderen zelf hun voordeel mee kunnen doen. Ik weet dat 2 jaar geleden een leerling me een app had gestuurd van juffie. Ik heb een 8 gehaald voor mijn theaterstuk bij Engels, want we moesten Shakespeare spelen en weet je, ik wist een beetje te regisseren, ik heb die anderen geholpen. Ze hebben gezegd, nee, je moet niet met je rug naar het publiek staan. Weet je, ze had echt alle technieken toegepast. En die docenten waren vreselijk onder de indruk en ze hebben ze gevraagd om het dan nog een keer te doen op de ouderdag. Weet je, dus je ziet van, kinderen krijgen ook zelfvertrouwen. Smeits geeft verder aan dat kinderen altijd iets hebben aan vaardigheden die zijn gestimuleerd middels speciale programma's. Rubia Berghout van Stibula stelt dat ook kinderen van andere buurten mogen meedoen met de activiteiten. We zijn eigenlijk gestart in december vorig jaar. En, of we zeggen gestart met het Cultuurfonds in december vorig jaar. En het is dus een project dat 2 jaren zal duren, 2024 en 2025. En de bedoeling is dat we dus de kinderen voornamelijk uit Latour hier krijgen. En ze helpen om hun talent te ontdekken, ze de kans geven om mee te doen met de verschillende lessen. We hebben niet alleen de kinderen van Latour die meedoen, maar ook de kinderen van Sunny Point die hier komen en meedoen aan de lessen. Berghout stelt dat mensen die hun talenten hebben ontwikkeld kunnen bijdragen aan het programma. Veel mensen in de kunstwereld komen uit deze buurt.